Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen en bespreken vandaag in uitzending 1176 het laatste gedeelte van Haggai. Voor zover we weten is dit de laatste dag van zijn publieke optreden. De periode waarin Haggai spreekt is niet zo groot. Tenminste, als we kijken naar de profetieën die in de Bijbel staan. Het begint met een aansporing voor het volk om het werk aan de tempelbouw weer op te pakken, zo'n drie maanden eerder. Een maand later spreekt Haggai op het tempelplein. Hij bemoedigt het volk namens God en spreekt over de toekomst. En dan komt Haggai met een derde boodschap. Want niet alleen de herbouw van de tempel is belangrijk. De Heer wil ook voorkomen dat het volk terugvalt in een huichelachtige eredienst, zoals voor de ballingschap het geval was. Daarom moet Haggai de priesters vragen stellen over de wet. Dat gebeurde waarschijnlijk op het tempelplein, omdat de boodschap voor het hele volk bedoeld was. De vragen van Haggai zijn niet zo moeilijk. De antwoorden liggen zelfs nogal voor de hand. De boodschap is echter een hele belangrijke: iets wordt niet heilig doordat het met iets heiligs in aanraking komt. Maar iets wordt wel onrein als het met iets onreins in aanraking komt. Kortom, het heilige is niet besmettelijk, maar het onreine wel. Haggai geeft daarmee ook voor ons een hele praktische boodschap. Gelovigen, Joden en niet-Joden kunnen de Heeren niet dienen met een minimum. Als wij menen met de invulling van ons geloofsleven te hebben voldaan aan Gods voorschriften en inzettingen en verder ons eigen leven wel kunnen leven, dan vergissen wij ons sterk. Goede dingen in ons leven kunnen verkeerde dingen niet opheffen. Daar moeten ook wij ons van bekeren. De Heere Jezus zegt in de Bergrede in Matthäus 7, vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Het brengen van een geestelijk offer maakt de rest niet automatisch goed. Maar omgekeerd, wat heeft de zonde een macht? Wat werkt de zonde door en hoezeer wordt alles door de zonde aangetast? Zelfs wanneer een mens bezig is met de allerheiligste dingen, kan die macht van de zonde hem of haar nog achtervolgen. Wij zijn niet klaar als er nog ergens een plekje voor God in ons leven overschiet. Ook niet als we toch wel godsdienstige mensen zijn. Daarmee zijn de woorden van de profetie van Haggai ook actueel voor vandaag. We gaan verder met Haggai 2, versen 16 tot en met 20. Maar voor we het gaan lezen, wil ik erop wijzen dat dit gedeelte volgens sommige Bijbeluitleggers niet op de juiste plaats staat. Volgens hen sluit het aan bij Haggai 1, vers 15. Als argument wordt gebruikt dat de boodschap van dit gedeelte niet meer van toepassing is. Nu het volk met de herbouw van de tempel is begonnen. Er wordt met de woorden van de profeten wel vaker geschoven door Bijbeluitleggers, omdat zij menen orde te moeten scheppen en wat zij als ongeordend zien. Maar het is maar de vraag of wij voldoende informatie hebben om dat beter te kunnen beoordelen dan de oorspronkelijke opstellers. Vooral in het licht van wat we lezen in 2 Petrus 1, versen 20 en 21. Daar staat namelijk Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de heilige geest gedreven, hebben gesproken. Hoe het ook zij, wij laten de versen 16 tot en met 20 gewoon staan waar ze staan, waar de Heilige Geest, zo geloven wij, ze een plaats heeft gegeven. Daar is ook geen enkel fundamenteel bezwaar tegen in te brengen. Hoe vaak gebeurt het niet in de Bijbel dat de Heer bij monden van zijn dienaren zijn volk laat terugkijken naar het verleden? Niet alleen van drie maanden terug, zoals hier het geval is, maar soms ook veel langer terug. Hagai 2, versen 16 tot en met 19. Nu dan, let toch aandachtig op. Vanaf deze dag en daarna, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heer. Kwam voordien iemand bij een korenhoop van twintig maten, dan waren er maar tien. Kwam hij bij de perskeup om vijftig maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar twintig. Ik sloeg u met de korenbrand en met meeldo en met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heer. Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna. Vanaf de 24e dag van de negende maand. Vanaf de dag dat de tempel van de heren gegrondvest is. Let aandachtig op. Ik wil eerst iets verduidelijken in verband met de datum. Want daar vallen sommigen ook over. Hier wordt niet gesproken over het allereerste begin van de herbouw. Daarvan spreekt Hagai 1 vers 15. Hier wordt gesproken over vroeger, voor de herbouw van de tempel. Zoals we gelezen hebben, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de heren. Dus voor het optrekken van de muur. En dat sluit weer aan bij vers 19, dat de 24e van de negende maand deze dag noemt, met andere woorden het vandaag voor de hoorders. We moeten het zo begrijpen dat in de afgelopen drie maanden sinds de eerste bouwactiviteiten zijn begonnen, het voorbereidende werk is verricht, puinruimen en bouwmateriaal verzamelen zoals houthakken, want het terrein waar de tempel had gestaan, moest weer bouw klaargemaakt worden, waarna het fundament kon gelegd worden. In drie maanden tijd is er dan ook veel gebeurd. Te meer als we bedenken dat er aanvankelijk aarzelingen waren onder het volk en velen ontmoedigd waren, omdat veel dingen tegenzaten. Dan gaat het werk niet snel en voortvarend. Trouwens, het heeft nog tot 515 voor Christus geduurd, voordat de hele tempel was herbouwd. De boodschap van de versen 16 tot en met 20 past dan ook precies op deze datum. En dat is niet zonder betekenis. Want de Heere zegt dat de leiders... En het volk bij deze datum een streep moeten zetten op de kalender, omdat deze dag een ommekeer betekent in de situatie van het volk. Dan moet het volk wel goed weten over welke datum het gaat. Op de dag dat de eerste stenen van de muren van Gods huis op elkaar worden gelegd en er iets van de herbouwde tempel zichtbaar gaat worden, op die dag kijkt de Heer met de leiders en het volk achterom en vooruit. Wij zouden het kunnen vergelijken met een eerste steenlegging van een nieuw gebouw. Soms gebeurt er in een toespraak dan hetzelfde. Alleen in het Bijbelboek Haggai is het de Heere die spreekt. En de Heer zegt als het ware: vroeger, voor de herbouw van de tempel, ging het er steeds als volgt aan toe. En daarna noemt de Heer een aantal concrete voorbeelden. En in het vervolg, maar toen bent u niet naar mij teruggekeerd. Maar dat is nu wel zo. En daarom zegt de Heer in Haggai 2, vers 19: Let nu eens goed op wat er na vandaag, de 24ste van deze maand, gaat gebeuren. Want vandaag zijn de fundamenten van de tempel van de Heren gelegd, en van nu af zal ik u zegenen. Hagai 2, vers 20. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe, en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Als de Heren met de leiders en het volk terugkijkt, dan zien we het beeld zoals we dat kennen uit Hagai 1, misoogsten en tegenvallende opbrengsten. Als gevolg van plantenziekten en natuurrampen? Menselijk gesproken wel, maar in Hagai 1, versen 10 en 11 hebben we gelezen dat de Heer die dingen gedaan heeft. En waarom? Omdat zijn tempel in puin lag, terwijl het volk hard aan hun eigen huis werkte. God had ingegrepen. De leiders aan het volk zeiden: Het zit ons allemaal tegen en daarom kunnen wij Gods huis niet bouwen. Maar de Heer toont de realiteit en draait het om. Omdat zijn tempel in puin ligt, daarom zit het allemaal tegen. Maar daar hadden ze niet aan gedacht. De Israëlieten dachten niet eens aan de Heer. Het stond helemaal buiten hun gezichtsveld dat het wel eens God kon zijn die zo met hen handelde, omdat zij niet naar zijn huis omkeken. Als iemand in die tijd aan hen had gevraagd: zou het kunnen dat de Heer iets duidelijk wil maken? Dan zou het antwoord kunnen geweest zijn: daar hebben we nog helemaal niet aan gedacht. En hoe zit dat bij ons? Mogelijk herkennen we de reactie van het volk. Laten wij er ook van leren. Soms staat de Heere en zijn handelen ver buiten het leven en gezichtsveld van ons mensen, ook van gelovigen. Terug naar Hagai 2, vers 20. Het boek vertaalt het als volgt. Bedenk dat ik u deze belofte geef. Voordat u zelfs maar bent begonnen aan de eigenlijke bouw van de tempel, en voordat u uw graan hebt geoogst en voordat er een nieuwe oogst is van druiven, vijgen, granaatappels of olijven. Dit is mijn belofte. Vanaf vandaag zal ik u zegenen. Waarom herinnert God op deze bijzondere dag aan het verdrietige verleden? Aan de ene kant om het volk tot inkeer te brengen, aan de andere kant wil de Heer zijn volk bepalen bij Zijn trouw. Zij zijn Hem weliswaar vergeten, maar Hij heeft hen niet vergeten. En dat is alleen te danken aan Gods genade en liefde. Die liefde is nu zo ver gekomen dat Gods huis weer wordt herbouwd en de leiders en het volk zijn teruggekeerd tot de Heer. En in de weg van de bekering zal de Heer nu ook Zijn zegen schenken. Het is duidelijk dat de zegen van God in de dagen van Haggai zich openbaart in het natuurlijke leven. Dat ligt in de lijn van wat Mozes namens de Heere zegt in Deuteronomium 28. Gods zegen betekent welvaart en voorspoed in het land dat hij aan zijn volk geeft. Maar dat is niet alles. Gods zegen houdt vooral in dat hij zelf in het midden van zijn volk woont en zijn volk doet delen in zijn goedheid. Waar het woord van God zeggenschap krijgt over het leven van een mens, daar veranderen de dingen. Daar zal God het goede doen zien. Dat gold niet alleen in de tijd van Haggai, maar vandaag nog steeds. Ook vandaag gebeuren er wonderen, daar waar mensen zich in gehoorzaamheid aan Gods woord met hart en leven tot hem bekeren. Haggai 2, versen 21 tot en met 23. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Haggai, op de 24ste van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Judah: Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen, en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Zerubabel is de rechtmatige troonopvolger in de lijn van David. Daar is hier nog niets van te zien. Hij is hier landvoogd van Juda in dienst van de Meden en Persen, aan wie Juda onderworpen is. Maar Haggai geeft een bemoedigende boodschap voor hem. Het land mag dan wel aan vreemde overheersers onderworpen zijn, de Heere zal in die situatie verandering brengen. Hij zal dat doen met de macht die hij heeft om de hemel en de aarde te doen beven. De Heere zal verandering brengen in de situatie van zijn volk door de troon van de koninkrijken omver te werpen. De troon is het symbool van heerschappij. Hij zal hun heerschappij verbreken, zodat ze zich niet meer tegen zijn volk kunnen verheffen. De heren zal dat enerzijds doen door hun militaire middelen neer te werpen, anderzijds door hen elkaar te laten uitroeien. Het ene vijandelijke rijk zal het andere verdelgen. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor de invoering van de koning naar Gods hart, de Messias, van wie Zerubabel een beeld is. We zien het in het volgende en laatste vers van dit boek. Hagai 2, vers 24 Op die dag spreekt de heren van de legermachten zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen, spreekt de Heren. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heren van de legermachten. Op de dag dat alle vijandschap is teniet gedaan, zoals in het vorige vers is beschreven, direct daarop spreekt de Heren van de legermachten. Wat Gij zegt gebeurt, want hij heeft alle macht om het uit te voeren. Alle nadruk ligt hier op de Heren, op wie hij is en wat hij zal doen en gedaan heeft. Deze bevestiging heeft deze afstammeling en rechthebbende op de troon van David nodig. Het is ook een grote bemoediging voor het kleine en zwakke overblijfsel waarover Zerubabel landvoogd is. De Heere noemt Zerubabel zijn dienaar, wat benadrukt dat het over Zerubabel heen uiteindelijk om de Messias gaat. De Heere geeft Zerubabel geen zegelring, maar maakt hem tot een zegelring. Een zegelring is een teken van eer en gezag. De drager ervan kenmerkt daarmee brieven of documenten die hem dan vertegenwoordigen. Zoals ik reeds zei, is Serubabel een type van Christus. Gods doel is om Christus als Zijn zegelring te gebruiken en de afdruk, het kenmerk van Christus te zetten op al het geschapene. Dat is nu nog niet het geval. De naties houden geen rekening met Hem. Ze zijn niet van Hem onder de indruk. Maar iedereen die het Evangelie aanneemt, komt wel onder die indruk en wordt een afdruk van Hem. De zegelring hoort onlosmakelijk bij de drager. God zal Zerubabel een positie geven waarin hij onafscheidelijk aan de Heer verbonden zal zijn en blijven. Hij zal hem niet wegwerpen, maar als zijn waardevolle eigendom bewaren. De volle vervulling van het geprofeteerde zal pas komen als alle koninkrijken omvergeworpen zullen zijn. Hij ziet vooruit naar Christus, aan wiens koninkrijk geen einde zal komen. Zo eindigt het boek Haggai, dat zo ontmoedigend en teneerdrukkend is begonnen, op een verheffende en veelbelovende manier. De eerste boodschap van Hagai was een aanklacht. In zijn laatste boodschap spreekt hij over een grote en gezegende toekomst voor het volk van God. Zoals we nu weten, is die toekomst veel verder weg dan zowel Hagai als Serubabel hebben gedacht, maar in de gedachten van God is die heel dichtbij, en even zeker als dat morgen weer de zon zal opkomen. Hiermee eindigt de lezing en bespreking van het Bijbelboek Hagai. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Coesement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.